De tentoonstelling Chinese dinosaurussen in de Hortus in Haren beleeft zijn laatste weekend. Bezoekers die nog een blik op de dino's willen werpen en ze op ware grootte willen zien, kunnen er tot zondagmiddag nog naartoe. Het woord dinosaurus betekent angstaanjagende hagedis. En dat geldt zeker voor de dier wat we daar zien. De Tyrannosaurus rex. Het is een vleeseter. Dat kun je zien. Het beest liep op 2 poten. Planteneters liepen op 4 poten. Maar ook aan de tanden kun je zien dat dit een vleeseter is. De dinosaurus die je daar ziet, dat is een Velociraptor. En in de film Jurassic Park is een scène waar je allemaal dino's door de lucht ziet zweven. En dat is daar eentje van. Dit is een van de grootste dinosaurussen geweest. Zijn nek kon 12 tot 16 meter lang worden. In zijn bek had hij 52 beitelvormige tanden. En daarmee ritste hij bladeren van de bomen. En dan slikte hij ze in één keer door. Hij at ook regelmatig stenen die in zijn maag terechtkwamen. Samen met de maagzappen en de stenen verteerde hij de bladeren. Hij moest ongeveer 200 kilo per dag eten om in leven te blijven. En hoe lang geleden leefde dit beest? Dit beest heeft in de Jura geleefd, dat is de middelste tijd van de dinosaurussen hebben geleefd. Zeg maar vanaf 265 miljoen jaar geleden tot 65 miljoen jaar geleden. En hij zat in de middenperiode. We staan hier bij de Mammagisaurus, ook een van de grootste dinosaurussen. Kon 23 meter lang worden en de nek was de helft van de totale lengte. Het beest had 19 wervels. En zijn kop is, zoals heel veel dino's gehad hebben, heel klein. Dat betekent dat ze vrij weinig hersens zouden hebben. Maar ondanks de geringe aantal hersens hebben ze meer dan 200 miljoen jaar geleefd. En wij met onze enorme hersens, wij onze mensheid, moet maar zien dat wij ook 200 miljoen jaar volhouden. Met dit soort tentoonstellingen hoopt de Hortus meer publiek te bereiken. We kunnen op dit moment constateren dat we zo'n 40.000... bezoekers meer hebben getrokken dan we normaal trekken in dezelfde periode. Nou, dat is een heel aardig succes. Maar ik heb wel begrepen dat de initiatiefnemers het ook wel heel aardig gevonden zouden hebben als er nog wat meer publiek was gekomen. Ze hebben nog een kans? Ja, tot zondag 4 uur zijn de bezoekers nog welkom. Daarna gaat de dino-expositie definitief dicht.